geen kip op de tribune bij het honkbal in Nederland. In Amerika is dat wel even anders. Daar zitten de tribunes niet alleen stampvol, daar spelen de honkballers zelfs in videogames. De spelers van de Pittsburgh Pirates zijn daar dus niet alleen honkballers, ze zijn sterren. Living the American Dream. The American Dream, ja, zo kun je, ja, dat is het gewoon. Dit is de droom geweest sinds ik honkbal ben begonnen, 5 jaar oud. En ja, elke jongetje die droomt hiervan. En hij mag het echt gaan doen. Binnenkort vertrekt hij naar Venezuela. Daar hebben de Pittsburgh Pirates een soort trainingskamp voor aanstormend talent. Voor Arribas de kans van zijn leven. Maar het is wel een beetje eenzaam. Ik wil het najagen en ik wil uiteindelijk een van de grootste honkballers ter wereld worden. En daar wil ik alles voor doen. Ook al ben ik eventjes alleen. De grootste honkballer ter wereld, dat is wel heel ambitieus voor een Nederlandse honkballer. Ja, ja, klopt. Maar ja, je moet wat voor ogen hebben. Ik bedoel, ik wil niet zomaar daar zijn. Ik wil ook naam maken. Aan vertrouwen dus geen gebrek. En dat komt ook doordat Arribas genoeg speeltijd is beloofd. Ook zijn huidige trainer, Lucas Prins, gelooft in de honkballer. Het niveau hier is heel anders dan daar, klopt. Maar hij heeft bij Jong Oranje heeft hij laten zien dat hij bij de top van de wereld thuis hoort. Hij is 6e slagman van de wereld geworden vorig jaar op het WK in Canada. Dus hij heeft echt wel laten zien dat hij dat niveau al aan kan. Wanneer hij precies vertrekt is nog onduidelijk. Waarschijnlijk binnen een paar weken. Dan verlaat hij dit trainingsveld voorgoed. En wie weet zien we hem over een paar jaar wel terug in een videogame.